was het ging moeilijk weer, maar 3-1 en dan ga je toch met een goed gevoel denk ik de kleedkamer. Ja, een goed gevoel aan overhouden. Inderdaad, het ging begin wat moeizaam. Ik kreeg misschien lullig die goal tegen, want daarvoor was er eigenlijk niks aan de hand. Ik wil zeggen, eigenlijk geef je niks weg. Hè? Degene die op afstand misschien die wedstrijd niet zien, maar die tussenstanden kijkt, denk van het is spannend. Maar jullie geven weinig weg. We gaven inderdaad weinig weg en dan komt die lullig halverwege de eerste helft komt die goal tegen. En dan, daarna ging ook wat slordiger voetballen volgens mij, want daarvoor was er eigenlijk niks aan de hand. Was het eigenlijk wachten op de tweede. En was het toch tot rust in wat chaotisch, zeg maar. Wat gebeurde er bij dat moment? Ik hoorde Raymond op een gegeven moment richting kleedkamer wel zeggen in de rust tegen Dylan. Ik had dacht dat je je lichaam erin gooide, maar het was mijn fout. Ja, dat was volgens mij een samenloop van omstandigheden. Volgens mij kon Raymond erbij en Dylan kon hem afschermen of terugkoppen. En het ging eigenlijk allemaal fout. En dat mag eigenlijk niet gebeuren. Je moet gewoon scherp blijven achterin. En dan gebeurt zoiets toch. En dat is wel jammer inderdaad. Ja, want dan denk je, dan weet je dat je de tweede helft tegen de wind inspeelt. Kan denk ik op zich misschien ook nog wel eens een voordeel zijn. Maar aan de andere kant, hun met de lange halen aan de voren, met Denzel van Halen voorin, gevaarlijk. Ja, dat die in de tweede helft die lange ballen nog meer kwamen, daar waren we wel op voorbereid inderdaad. Ik vond uiteindelijk nog wel meevallen. De centrale mannen die pakten dat goed op en die wonnen volgens mij bijna alles op een enkel momentje na inderdaad. Ja, en dan heb je Danny Kuiper op de bank zitten. Ja, dat is wel prettig inderdaad. Volgens mij had hij één schot nodig en die hing dan gelijk. En dat, daarna gingen we ook weer wat beter voetballen, had ik het idee. Ja, dan zie je wel. Duncan en Enrico en Dilano, die kunnen die voorzet ook kwijt. Ja, nou, we bleven in de tweede helft. De eerste helft vond ik ons nog wel wat druk inderdaad. In de tweede helft bleven we eigenlijk gewoon voetballen. Wat minder de lange ballen, was misschien ook wat moeilijker door de wind. Dus dat hielp ons wel mee. En op een gegeven moment worden de ruimtes wat groter. Dus bij SVN de pijp ook leeg. En dan krijg je wat meer ruimte en dan gaat het allemaal wat makkelijker. Rijs, toch de vraag, het sprankelende, dat wil maar niet lukken. Hè? Waar zit hem dat in? Want je hebt de voetballers er toch voor? Ja, we hebben een hele goede selectie inderdaad. En af en toe denk je, dan zie je die momenten wel, dat er heerlijk gevoetbald wordt. Alleen ja, het mag wel iets vaker inderdaad. En waar dat aan ligt, dat vind ik... Al die laatste fase. Vooral ik vind het moeilijk te zeggen waar het aan ligt. Want iedereen die traint gewoon hard en in de wedstrijd heeft iedereen de zin aan, dat zie je ook wel. Het is net dat stukje gevoel, die flow waar we misschien niet in zitten inderdaad. Maar daarom is het des te mooier dat we wel gewoon de wedstrijden winnen. Je startte weer met 4-3-3 vandaag. Daardoor had je inderdaad wel weer wat meer druk, hè, dan bijvoorbeeld vorige week tegen Averees. Tegenstander was ook wel wat anders trouwens. Ja, vorige week wist niet iedereen waar hij aan toe was inderdaad. Liepen we een beetje door elkaar heen te zoeken. En nu was het gewoon het oude systeem, 4-3. Iedereen wist zijn positie, wist waar hij moest lopen. En dat geeft ook een beetje rust natuurlijk. Nou goed, in ieder geval overwinning weer. Ja, het feit is gewoon dat je nu ongeslagen bent, nog steeds na de winter. En nu 2 weken vrij. Prettig of vervelend? Ja... We zitten nog niet in een lekkere flow. We winnen wel inderdaad, maar we hebben 2 oefenwedstrijden en gewoon lekker trainen en nog een teamfeestje. Dus dat is prima zo.